Jongeren helpen jongeren hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De gedachte achter de Pusunetti die afgelopen zondag is georganiseerd door de organisatie Pusu. Ze gelooft dat de huidige economische situatie in Suriname maakt dat burgers zich gedemotiveerd voelen en mogelijk zelfs passief worden. Pusu wil met haar project Pusunetti bewijzen dat iedereen iets kan doen met de talenten die hij of zij heeft. Gastspreker Zilena Darson vertelde de jongeren hoe ze zelf kunnen werken aan het realiseren van hun dromen. Ze benadrukte dat een plan van aanpak het belangrijkste is daarbij. Je plan van aanpak is belangrijk. We hebben vandaag een aanzet gedaan. We kunnen het helaas vanwege de tijd niet afronden, maar ik wil jullie echt bemoedigen. Toch? Wanneer je naar huis gaat, als je dus iets wil, bijvoorbeeld zeg maar wat stel je, wil piloot worden en je hebt dat niet kunnen halen uit de tijdschriften, ga naar huis, Google piloot, Google een vliegtuig, download het, print het uit en plak het op je vision board. Yes, dus limiteer je niet tot deze tijdschriften. Ga naar huis, maak je eigen vision board. En als je op Google vindt, als je op Google gaat, sorry, the options are endless. Wees niet bang, limiteer jezelf niet. Droom groot. Ik heb jullie eerder gezegd, mijn moeder zegt me altijd, je moet groot dromen, want dromen is gratis. Maar je moet wel wakker worden om ze te realiseren. Dus vandaag hebben we dat zaadje gelegd. Ga naar huis, maak je vision board waar en denk aan deze woorden. Tijdens deze eerste Pusunetti zijn ook Pusu-ambassadeurs benoemd. Zilena Darson is samen met Wilco Koster, Winston Adaba, Negesti Wijngaarde en Ruiz Cartorejo benoemd tot Pusu-ambassadeur. Wilco Koster zegt dat de benoeming tot ambassadeur een mooie gelegenheid is om te bewijzen dat mensen die zich inzetten voor sociaal werk gewaardeerd worden. En zo zijn er nog meer mensen die uit liefde, die uit vrijwilligheid iets doen voor die samenleving. En dat wordt vaak niet belicht. Pusu is een voorbeeld van, dus op Pusu door. Het Pusu-programma is gericht op het creëren van sociale impact door korte, pakkende, positieve en motiverende videocontent, ten einde de kijkers te motiveren. Het doel van een Pusunetti is om in navolging van de Pusu-filmpjes op een creatieve en jeugdvriendelijke manier jongeren te inspireren.